Hoi, welkom in mijn nieuwe tijdelijk huis. Ik zit nu voor de FNS in totaal een maand in Ghana, in Accra om precies te zijn. En dit is waar ik nu woon. Ik ben hier dus in Ghana om te praten over migratie met allerlei jongeren. Maar ook andere stakeholders zoals de ambassade hier, de Nederlandse ambassade, EU-ambassade, overheid, vakbonden. Om te kijken waarom willen jongeren hier weg. En vorige week was ik dus op een grote summit, de African Youth SDG Summit, met ongeveer 1000 jongeren van all over Afrika. En wat me daar heel erg opviel was, de mensen zijn heel erg geïnspireerd. Ze willen echt heel graag iets van hun land maken, maar tegelijkertijd willen ze ook heel graag naar Europa komen. En de meesten zeggen van ze willen alleen naar Europa komen omdat wij de challenges die ze hier nog hebben, die hebben wij in Europa al opgelost. Dus als we die kennis delen, kunnen zij een beter leven hier krijgen. Blijf ons dus volgen, zodat je meer updates krijgt over migratie. En heb je zelf een interessant verhaal, stuur het dan naar ons op. Als je misschien wel kan zien, het is hier inderdaad een tikje warmer dan in Nederland. Overdag 30, 31, 32 graden. En 's nachts koelt het af tot, jawel, 24 graden. Heel fijn en daarom hebben we gelukkig wel overal airco's.